Hoe zit zo'n langslevende testament eigenlijk in elkaar? Waar moet je over nadenken? Wat zijn je opties? Nou, pak een pen en papier, we gaan samen een boodschappenlijstje maken. Aan het einde van deze video weet jij waar je nog over wilt praten met de notaris en misschien weet je zelfs al wel welke keuzes je maakt. We nemen als vertrekpunt de wettelijke verdeling. Met die woorden wordt het standaardtestament bedoeld wat in de wet staat voor echtparen met kinderen die nog nooit bij de notaris zijn geweest. Dat noemen we dus de wettelijke verdeling. Nou, zeg ik nooit bij de notaris geweest, maar misschien heb je eens een keer een huis gekocht. Dus jullie zijn wel eens bij de notaris geweest voor het tekenen van een leveringsakte of een hypotheekakte, maar een testament is nog nooit gemaakt. En jullie hebben ook geen huwelijkse voorwaarden, dus dat huis zit in een gemeenschap van goederen. Nou, en dan neem ik aan dat jullie 2,3 kind hebben, want dat is geloof ik het gemiddelde. Maar goed, halve kinderen doen we niet aan, dus ik rond het even af op 2. Jullie zijn dus getrouwd in gemeenschap van goederen. Jullie hebben 2 kinderen, een koophuis, helemaal een standaardplaatje dus. Kijk je deze video en zeg je van, nee, het zit bij ons een beetje anders, wij hebben wel huwelijksvoorwaarden, of er is bij ons nog een kind uit een eerder huwelijk. Het grootste deel van deze video is gewoon op jullie van toepassing. En waar het een beetje anders zit, daar zal ik even zeggen waar je extra aan moet letten. Dus je kan gewoon deze video bekijken, is ook van toepassing op jou. Want wat ik ga vertellen over die wettelijke verdeling bijvoorbeeld, geldt ook voor stellen met kinderen uit eerdere relaties. Het gaat erom dat je kinderen hebt en dat je getrouwd bent. Het hoeven niet je gezamenlijke kinderen te zijn. Wat nou als die eerste overlijdt? Want we hebben het over een langslevende testament. Dus het testament van degene die het eerste gaat ten behoeve van de langslevende. Nou, je weet natuurlijk ook niet wie het eerste gaat. Dus dat betekent als je als stel een testament maakt, heb je altijd 2 testamenten. Dus je hebt het over een langslevende testament en je regelt dat samen tegelijk. Maar het zijn er dus altijd 2, omdat je natuurlijk niet weet wie het eerste gaat. Maar zo'n langslevende testament wat in de wet staat, de wettelijke verdeling, zegt, nou ja, de helft van die gemeenschap van goederen vererft. Want die andere, die was natuurlijk al eigenaar van zijn of haar eigen helft. En die helft van de overledene, nou, die laat 3 erfgenamen achter, staat er in de wet. 1, 2, 3. En die helft, die gaat dus door 3'en. Nou, voor 2003 was dit het enige wat in de wet stond. Dus dan was er een kans dat de kinderen zeiden van, wij willen ons deel direct, vader of moeder, verkoop de boel maar, je zoekt het maar uit, wij willen ons deel gelijk hebben. En daarom moest je dan een testament op de langslevende maken. En je zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, de langslevende heeft nog het vruchtgebruik van dat deel van de kinderen. Dus de kinderen kunnen niet zeggen eruit, want vader of moeder heeft nog het vruchtgebruik. Nou, dat is een heel ouderwets langslevende testament. Die maken we eigenlijk niet meer. Het kan nog wel. In sommige situaties is dat heel verstandig. Maar in standaard situaties doen we dat niet meer. En als je geen testament hebt, dan is automatisch het volgende van toepassing. Namelijk, die hele taart gaat naar de langslevende. De langslevende erft die hele gemeenschap van goederen. Maar het is niet de bedoeling dat de kinderen onterfd zijn. Nou, daar is heel lang over nagedacht. Er is wel 50 jaar gepraat over die nieuwe wet die in 2003 ingevoerd is. En sindsdien zegt de wet, de kinderen zijn niet onterfd, maar die krijgen hun deel in de vorm van een vordering. Ik noem dat altijd een tegoedbon. Dus die langslevende, die erft die hele taart en die houdt in ruil daarvoor een schuld aan de kinderen. Dus ontzettend makkelijk sommetje. Stel dat die hele gemeenschap van goederen bijvoorbeeld 60 waard is, dan is de helft van de overledene 30 en dan zijn die taartpuntjes elk 10. Dus dat betekent als de eerste overlijdt, dan erft de langslevende alles wat er is. Dus die is eigenaar van 60, de eigen helft van 30 en de helft van de overledene die 30 waard is. Maar in ruil daarvoor heb je nog 2 schulden aan de kinderen van ieder 10. Dus de kinderen hebben nog van je goed, te goed, ieder 10. Dus dat is de wettelijke verdeling, dat is het automatische testament. Heb je wel een testament gemaakt in het verleden, bijvoorbeeld in de jaren 70 of 80, misschien ben je het wel vergeten, dat ging er wel eens gewoon tussendoor, want dan was je bij de notaris voor de aankoop van je huis en dan zei de notaris, u moet ook even een testament maken. En dat werd dan snel geregeld, was soms maar 1 of 2 kantjes, misschien heb je het niet eens gelezen, maar gelijk getekend en dan vergeet je dat natuurlijk. Ik weet ook niet meer wat ik 20 jaar geleden heb gegeten, dus het is logisch dat je ook eens een keer vergeet dat je eens een keer een testament hebt getekend. Maar heb je dus een oud testament of twijfel je, dan is dit niet van toepassing. Hè? Dit is voor mensen die geen testament hebben. Heb je eigen keuzes gemaakt, dan is dit niet van toepassing.
Weet je het niet meer, dan kun je het opvragen. Het Centraal Testamentenregister is nu ook toegankelijk bij leven voor de testateur zelf. Dus als jij niet meer weet of jij een testament hebt gemaakt, dan kun je tegen je notaris zeggen van, wil je dat van mij inzien bij het Centraal Testamentenregister of ik wat op mijn naam heb staan. En als daar dan uitrolt, ja, je hebt wat, dan heb je altijd recht op een nieuw afschrift. Elke notaris heeft een opvolger, ook als die notaris van 30 jaar geleden met pensioen is, het is nog op te vragen. Je testament ligt nog ergens. Maar waarschijnlijk zeg je, nee, we gaan het gewoon vervangen, want als ik het kwijt ben en het is heel oud, dan is het vast niet dit. En dit is voor de meeste mensen wel een hele goede basis. Dus dit is wat er in de wet is geregeld als je geen testament hebt. Maar je kan daar heel veel dingen in aanpassen. En misschien denk je, ah, dit is toch prima. Nou, wacht even. Het eerste wat je kan bijvoorbeeld aanpassen is van, ja, ik heb ook een schoonkind. Mijn kind is getrouwd. En die erfenis gaat gewoon hun gemeenschap van goederen in. Nou, als je kind nog een ouderwetse gemeenschap van goederen heeft, net als jij, dan zul je toch een testament moeten maken met een uitsluitingsclausule om te voorkomen dat je schoonkind ook recht heeft op de erfenis. Nou, er zijn heel veel van die punten. In deze video ga ik je meer dan 10 noemen. Dus meer dan 10 punten waar jij iets over kunt vinden. Dat je zegt, nou, doen we optie A of doen we optie B? Je kan dus heel veel aanpassen op dit standaard testament. Goed, dan gaan we nou aan de slag met het boodschappenlijstje voor je gesprek bij de notaris. En het eerste punt wat daarop staat is herroeping. Of je er nou om vraagt of niet, de notaris zal elk testament beginnen met het herroepen van oude testamenten. Maar daar kan misschien iets anders wel of niet onder vallen dan wat jij in je hoofd hebt. Wat je automatisch herroept met zo'n standaard herroeping zijn natuurlijk oude testamenten en oude codicillen. En een codiciel, daarmee bedoel ik hier niet een donorcodiciel, maar een zelfgemaakt testamentje. Vroeger kon je bijvoorbeeld zelf een handgeschreven testamentje maken waarin je een executeur benoemde. Dat mag sinds 2003 niet meer. Je mag nog wel een codiciel maken, maar daar kun je geen executeur meer in benoemen, maar bijvoorbeeld wel sieraden verdelen of andere dingen uit de inboedel. En als je zo'n ding hebt, zo'n codiciel, waarin je bijvoorbeeld hebt gezegd, nou, bepaalde sieraden zijn voor mijn dochter of bepaalde dingen uit huis zijn voor mijn zoon, met een standaard herroeping heb je ook zo'n codiciel herroepen. Dus als jij zegt, ik wil alleen een Nieuw Testament en mijn oude codiciel moet van kracht blijven, dan moet je dat wel even tegen de notaris zeggen, want anders heb je per ongeluk je codiciel herroepen. En hoe zit het nou met het per ongeluk herroepen van een codiciel dat je nu aan het maken bent? Want je gaat twee keer naar de notaris. Je gaat voor het eerst naar de notaris om een gesprek te hebben over je testament. En daarna ga je nog een tweede keer terug om een handtekening te zetten onder dat testament. En op dat moment herroep je alles wat je daarvoor hebt gemaakt. Dus als je tussen het eerste en het tweede gesprek een codiciel hebt gemaakt, dan vervalt dat onmiddellijk als je je testament tekent. Dus als je ermee bezig bent, je codiciel, zeg dat dan wel even tegen de notaris of wacht met dat codiciel totdat je je testament hebt getekend om verwarring te voorkomen. Wat valt er niet onder zo'n herroeping, onder zo'n standaard tekst? Nou, dat zijn bijvoorbeeld de wensen over je uitvaart. Als je die hebt vastgelegd, bijvoorbeeld in de wensenlijst, dan heb je die niet herroepen met een standaard herroeping in je testament. Dat kan alleen als je in je testament uitdrukkelijk die uitvaartwensen herroept. Wat ook niet verandert, is bijvoorbeeld een voogdijbenoeming die je online hebt geregeld. Dat kan tegenwoordig ook online. Zo'n voogdijbenoeming blijft gewoon van kracht. Als jij in je Nieuwe Testament niks zegt over die voogdij, dan heb je met die herroeping van je vorige testament niet de online voogdijbenoeming herroepen, want dat is geen testament. Nog een voorbeeld zijn volmachten. Misschien heb je een volmacht gegeven aan iemand voor je bankrekening, een van de kinderen, of hebben jullie bijvoorbeeld al eens een keer een notariële volmacht getekend. Nou, die vervalt niet met de standaard herroeping in je testament. Dus als je zegt, nee, die moet ook anders, daar moet een andere persoon in, dan zul je nog een tweede akte moeten maken waarin je een nieuwe volmacht verleent. Nog een voorbeeld begunstiging op polissen. Stel, je hebt een overlijdensrisicoverzekering en die keert uit aan een begunstigde. Nou, dan staat er in zo'n lijst, staat een lijst in zo'n polis met begunstigden. Bijvoorbeeld je echtgenoten als eerste en je kinderen als tweede. En als ze allemaal niet zijn, dan bijvoorbeeld je erfgenamen. Maar er kan ook iemand bij naam in genoemd zijn. Nou, in dit plaatje, je bent getrouwd en je hebt samen kinderen,
Nou, dan kan er niet zoveel misgaan met zo'n polis. Maar stel dat jullie getrouwd zijn en een van jullie heeft twee kinderen uit een eerdere relatie en die ander heeft een kind uit een eerdere relatie en samen hebben jullie niks. Wat staat er dan in die polis? Staat daarin je echtgenoot? En als die dan gaat, gaat het naar dit kind? Of staat daar in, nee, het gaat naar je kinderen? Of staat daarin, het gaat naar je erfgenamen? Die begunstiging in die polis kan bij een samengesteld gezin dwars door je erfstelling heen fietsen. Dus zijn jullie een samengesteld gezin, heb je kinderen uit meerdere relaties, dan kan het heel spannend zijn hoe zo'n begunstiging van zo'n polis in elkaar zit. En die herroep je dus niet met het Nieuw Testament. Als daar iets verkeerd gaat, dan moet je dat bij de verzekeraar regelen. Dus heb je zo'n verzekeringsproduct en een samengesteld gezin, dan is dat iets om op je lijstje te zetten om te bespreken met de notaris. Waar gaat dat bedrag eigenlijk heen als jullie er allebei niet meer zijn? Naar één kind, twee kinderen of drie kinderen? Dat hangt ook weer af van je testament. Want die laatste kan wel zeggen, ik ga een reserve-erfstelling opnemen. Ik zet ook jouw kinderen erin, zodat die verzekeringsuitkering weer door drieën gaat. Nou, wat ik nou net vertel is niet interessant voor dit stel, maar super interessant voor dit stel natuurlijk. Hè? Dus herroeping in je testament, waarschijnlijk gaat er niks mis, maar realiseer je wel even wat er wel en niet onder valt. Het volgende punt in je testament is de erfstelling. In een standaard testament zal staan, ik benoem tot mijn enige erfgename mijn echtgenoten en mijn kinderen. Ieder voor een gelijk deel dus. Dus stel je hebt dit plaatje, dan betekent tezamen en voor gelijke delen dat je 1, 2, 3 erfgenamen hebt die ieder voor 1 derde erfgenaam zijn. Stel dat een kind voor jou overlijdt, dan staat er in je testament dat er plaatsenvulling is naar de kleinkinderen. Dus dat betekent dat die twee kleinkinderen dan samen dat derde erven, dus ieder 1/6. En overlijdt je kind zonder kleinkinderen achter te laten van jou, dan is er aanwas naar de andere erfgenamen. Dus dat betekent dat er twee erfgenamen zijn die dan ieder voor de helft je erfgenaam zijn. Dus wat staat er in zo'n testament? Samen en voor gelijke delen betekent dus in dit plaatje 3 erfgenamen elk voor een derde. En dan plaatsenvulling naar de kleinkinderen als er wat met een kind gebeurt. En zijn die er niet, dan aanwas naar de andere twee erfgenamen. Dus ook de langslevende en de resterende kinderen in dit plaatje dus 1. Dit kan anders. Stel nou dat je zegt, ja, ik heb een kind en daar zijn twee kleinkinderen, maar met één daarvan hebben we geen contact. Ja, dat kleinkind is niet standaard jouw erfgenaam. Jouw standaard erfgenamen zijn de kinderen en de langslevende. Alleen als er wat met een kind gebeurt, gaat het naar de kleinkinderen. Is er dus plaatsenvulling. Maar dat is niet verplicht. Je kan ook zeggen, nee, wij gaan het een beetje anders doen. Ik wil alleen dit kleinkind erin als plaatsenvullen en dat kleinkind niet. Het is jouw testament, het kan gewoon anders. Dus de standaardregeling is voor de meeste mensen heel passend. Maar je kan met plaatsenvulling en aanwas ook andere dingen doen. Is dit van toepassing op jou? Ik heb een complete video gemaakt over plaatsenvulling en aanwas. Die vind je in de afspeellijst over het maken van een testament. Ik zal nog vaker in deze video verwijzen naar andere video's waarin ik verder inga op de onderwerpen die ik hier heb genoemd. Dus in plaats dat ik een paar minuten of 5 minuten praat over een onderwerp, heb je dan 20, 25 minuten aan beeldmateriaal en tips en opties. Aan het einde van deze video vind je een linkje naar die afspeellijst. Dus dan kan je de video opzoeken die hier verder op ingaat of op andere onderwerpen die ik in deze video aanstip. Dit kan dus anders, maar voor de meeste stellen, standaardstellen, die zullen gewoon aansluiten bij de standaard erfstelling. Tenzij je ook een rampenclausule wil. Want stel, jullie hebben geen kleinkinderen of nog geen kleinkinderen en jullie gaan samen wel eens op vakantie. Stel dat jullie met z'n vieren wat gebeurt. Of stel, jullie hebben wel kleinkinderen, maar die zijn nog jong. En je gaat nog steeds met z'n zessen op vliegvakantie bijvoorbeeld. Dus een keer 1 keer per jaar naar een mooi eiland ergens. Dan zou je op kunnen nemen in je testament, als ons allemaal wat gebeurt, waar moet die erfenis dan heen? Want als jullie met z'n allen in 1 keer gaan, dan erven beide families. Dus even vanuit jullie bekeken, heb je misschien nog broers en zussen.
Nou, van beide kanten zullen ze dan mee erven. En als je denkt, ja, daar moet ik niet aan denken. Die ene broer, die kan ik niet uitstaan. Dan kun je een reserve-erfstelling opnemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, nou, het moet niet uitmaken wie het laatste gaat. Als wij geen kinderen en kleinkinderen achterlaten, dan willen wij een 50-50-clausule. Dat beide families de helft erven en niet toevallig één familie alles en de andere familie niks. Dat is een populaire clausule bij jonge gezinnen. Die zeggen van, er zijn nog geen kleinkinderen of misschien nog helemaal geen kinderen. En in een rampscenario willen we dat beide families erven, ook als één van ons een dag later gaat. Maar als je al wat ouder bent, dan is dat gezin waaruit je zelf bent geboren. Daar zijn misschien al mensen van overleden. Je eigen ouders zijn al weg. Broers en zusters hebben je erfenis ook niet nodig. Dan zou je ook kunnen zeggen, nou, als er met z'n allen wat gebeurt, dan hebben wij gewoon een paar bij naam benoemde personen. Bijvoorbeeld een paar neven en nichten, die wij tot reserve-erfgenamen noemen. Heel duidelijk, niet een verwijzing naar de familie, maar gewoon een paar namen erin. Of natuurlijk een goed doel is ook mogelijk. Dus je kan zo'n rampenclausule opnemen waarin staat, als wij met z'n allen gaan, we laten geen kinderen achter, geen kleinkinderen, dan moet het met onze erfenis als volgt. Bijvoorbeeld 50-50 over beide families, of een paar bij naam benoemde personen, of bijvoorbeeld een goed doel. Denk in dat geval ook even na over het benoemen van een executeur. Hè? Want stel dat je een hele groep personen benoemt of een paar goede doelen, wie gaat dat dan voor je regelen? Dus dat moet je dan ook even op je lijstje zetten om te bespreken met de notaris als dat gebeurt. Nou, maar dan zijn we er nog niet. Tezamen en voor gelijke delen. Ik begon met het tekenen van dat taartje. Hè? Jullie hebben een gemeenschap van goederen. Als de eerste overlijdt, dan vererft de helft. Die helft heeft 3 erfgenamen. En die 3 erfgenamen, als we even uitgaan van 60... 30 is de helft van de overledene. 3 taartpuntjes van ieder 10. Nou, dit kan ook anders. Je kan die taartpuntjes wijzigen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil wel zo de boel verdelen, maar ik wil eigenlijk wat grotere schulden aan de kinderen hebben. Dat de kinderen een wat grotere deel krijgen van de taart. Dus een grotere vordering op de langslevende, een grotere schuld van de langslevende aan de kinderen. Of je kan zeggen, we doen het wat kleiner. We hebben weer die helft. Maar ik wil dat de kinderen wat minder te goed hebben en de langslevende een groter erfdeel heeft. Waarom zou je daar nou voor kiezen? Nou, deze optie kan je bijvoorbeeld kiezen. Een grotere schuld aan de kinderen. Als je zegt, wanneer die langslevende in het verpleeghuis belandt, dan gaan wij die erfenis waarschijnlijk zo snel mogelijk uitkeren. Want dan komt al het vermogen vrij. Dan wordt het huis verkocht. En als het huis verkocht wordt en de erfdelen van de kinderen zijn groter, dan kan er gewoon een groter deel van het huis worden uitgekeerd. Want je ziet het gewoon, die taartpunten zijn groter. Je kan meer geld uitkeren aan de kinderen als je de erfdelen wat groter maakt. Dus in sommige scenario's kan dit heel wenselijk zijn. Zo'n testament wat daarop ingesteld is, zo'n clausule die daar dan over in je testament kan staan, dat heet een AWBZ-clausule. Daar gaan we zo meteen nog wat verder naar kijken. Maar als jij zegt, ik wil dat mijn huis niet wordt opgegeten voor de zorgkosten, kijk dan ook even de aparte video die ik heb gemaakt over de AWBZ-clausule. Want dan moet je een aantal opties met elkaar combineren om hier het beste resultaat uit te halen. Dus alleen dit is niet genoeg. Dus dan moet je ook nog even die andere video bekijken. Maar een grotere vordering van de kinderen kan dus heel gunstig zijn in het kader van het besparen van een eigen bijdrage voor zorgkosten. Een kleinere schuld aan de kinderen kan ook heel gunstig zijn, want die tegoedbon van de kinderen, die wordt belast met erfbelasting. Dus als de waarde van die tegoedbon groter is dan de vrijstelling voor de erfbelasting, dan moet daar belasting over worden betaald op het moment dat de eerste van jullie beiden overlijdt. En de langslevende moet die belasting voor de kinderen voorschieten. En dat zit een heleboel mensen dwars. Die langslevende heeft een vrijstelling van 680.000 euro. De kinderen hebben een vrijstelling van een goede 20.000 euro. Dus er hoeft niet veel te gebeuren voordat het erfdeel van zo'n kind groter is dan die 20.000 euro. En dan moet je misschien erfbelasting betalen. En dan zeg je, ja, maar dan kan ik beter dat erfdeel van die langslevende wat groter maken en die erfdelen van de kinderen wat kleiner. Want hier hebben we die vrijstelling van 680 en hier hebben we die vrijstelling van 20. Als ik het een beetje slimmer regel, dan vermijd ik die erfbelasting. Maar dat zijn dus 2 mooie regelingen. Grotere schuld, meer zorgkosten besparen. Kleinere schuld, erfbelasting besparen. Maar dan moet je dus een keuze maken. Je moet een keuze maken tussen het doorschuiven van die erfbelasting of het besparen van zorgkosten. Je kan het niet allebei doen. Je zult moeten kiezen tussen 1 van die 2. Nou,
En dan weet ik hoe jij daar een keuze in kan maken. Want je kan namelijk zelf uitvogelen of jij je zorgen moet maken over die stomme erfbelasting. Daar heb ik meerdere video's over gemaakt. Eén video gaat over de erfbelasting over het kindsdeel. Dat veel lager is dan je misschien denkt. En welke oorzaken dat allemaal heeft. Die staat ook in die playlist aan het einde van deze video. Dus die zou je kunnen bekijken. En als je zegt, ik wil specifiek meer weten over deze clausule. Dat heet een opvulgaat. Ook daar heb ik een video over. En daar zie je een complete handleiding hoe je dat zelf kunt uitrekenen. Dus als jij zegt, zo'n type ben ik. Ik wil graag zelf dingen uitrekenen en weten hoe het zit. Dan kan je ook die video over het opvullen gaan bekijken. En dat zelf helemaal narekenen. Of deze bij jou past. Of anders misschien dat je zegt, nee, dan kunnen we dus deze doen. Want deze is hartstikke mooi als je geen last hebt van die erfbelasting. Eén uitzondering nog, het samengestelde gezin. Stel, je overlijdt als eerste, jij hebt twee kinderen en dat zijn niet de kinderen van de langstlevende. En jij hebt tezamen en voor gelijke delen een erfstelling gemaakt. En jij gaat als eerste en daarna gaat de langstlevende als laatste. Dat een derde deel wat je aan de langstlevende hebt gegeven, dat gaat dan uiteindelijk naar je stiefkind. Hè? Want in ruil daarvoor, voor die derde, in ruil voor dit taartpuntje, heeft die langstlevende geen schuld gehouden aan jouw kinderen. Dus dat lekt uiteindelijk weg naar je stiefkind. En andersom is dat natuurlijk net zo. Hè? Als deze persoon zegt, ik heb twee erfgenamen elk voor de helft, dan lekt de helft van jouw erfdeel weg uiteindelijk naar deze twee kinderen. Nou, en dat kun je ook voorkomen met deze variant. In een samengesteld gezinssituatie zou je kunnen zeggen, ik wil een grotere schuld aan de kinderen. Want ik wil wel dat alles naar de langstlevende gaat, maar daarna wil ik dat alles teruggaat naar mijn kinderen. Dus als je een samengesteld gezin hebt, pas dan op met een standaard erfstelling. Want zeker als je bijvoorbeeld kort na elkaar zou gaan, dan gebeuren er hele rare dingen bij die gemeenschap van goederen. Die kan opeens ontzettend gek worden verdeeld over die drie kinderen in zo'n plaatje. Dus in dat geval oppassen met die erfdelen en ook oppassen met de rente. Vond je dit tot dusver een nuttige video? Dan wil ik je vragen om een kleine gunst. Abonneer even op mijn YouTube-kanaal met de rode abonneerknop onder de video. Het kost jou niks, je blijft automatisch op de hoogte van nieuwe filmpjes en het helpt mij enorm met het laten groeien van mijn YouTube-kanaal. En dat helpt andere mensen, net zoals jij, met het vinden van deze video's. Dus je helpt niet alleen jouzelf en mij, maar ook andere stellen. Super bedankt als je dat even wilt doen. Abonneren onder de video met de rode knop en daarna gaan we snel door naar het volgende punt. In elk langstlevende testament staat een clausule over de rente. De langstlevende die krijgt die hele erfenis en die houdt in ruil daarvoor een schuld aan de kinderen. En als je een schuld aan iemand hebt, dan is het van belang of je daar ook rente over moet betalen. Nou, betalen doen we natuurlijk niet, want de bescherming van de langstlevende moet voorop staan. Maar bijtellen, dat is geen probleem. Als de vordering vermeerderd wordt met rente, daar heb je als langstlevende geen last van. Of toch wel? Nou, dit is een heel lastig onderwerp. Het is lastig om uit te leggen, want ik weet niet wie er aan het kijken is. Hè? Ik weet niet hoeveel kinderen jullie hebben. Ik weet niet hoe groot jullie vermogen is, of het allemaal in het huis zit of op de bank staat. Ik ga je gewoon wat voorbeelden geven van renteclausules. En dan hoop ik dat jij van eentje zegt, ik denk dat die bij ons past. Maar het zou ook kunnen zijn dat je hier verder in moet verdiepen of dat je dit met de notaris moet bespreken. De standaard renteclausule is 413 burgerlijk wetboek. Er staat al in je testament, de vordering van de kinderen wordt vermeerderd met een rente overeenkomstig artikel 413 burgerlijk wetboek, tenzij de langstlevende en de kinderen iets anders afspreken. Nou, hier is een groot misverstand over, want veel mensen denken dan, er wordt dus een rente bijgeteld. Nee, dat is helemaal niet zo. In artikel 413 staat, er wordt een rente bijgeteld als de wettelijke rente hoger is dan 6. Dus stel de wettelijke rente is 7%. Dan gaat daar 6% vanaf en dan wordt er maar 1% bijgeteld. En die regeling staat sinds 2003 in de wet. Dus dat betekent, die wettelijke rente is nooit boven de 6 geweest de afgelopen 20 jaar. Er is dus op grond van dit artikel in heel Nederland in geen enkele erfenis ooit een cent rente bijgeteld. Maar er is wel rente bijgeteld op grond van clausules in testamenten en op grond van renteovereenkomsten. Even die tweede. Stel, er staat niks in je testament of dit staat in je testament, zie wet. Dan kunnen de langstlevende en de kinderen een renteovereenkomst sluiten. Dus ook als de overledene er niet over nagedacht heeft, dan is er nog iets wat de langstlevende en de kinderen samen kunnen afspreken. Nou, hoe werkt zo'n renteovereenkomst? Ik teken weer even dat taartje. Stel, het geheel is 60, de helft van de overledene is 30.
En de taartpunten zijn 10. Elk kind heeft van de langslevende 10 tegoed. In beginsel dus renteloos, maar de langslevende en de kinderen kunnen afspreken van nee, we gaan wel een rente bijtellen en dat mag maximaal 6% samengesteld zijn. 6% samengesteld betekent rente op rente. Dus het eerste jaar tel je 6% bij en het tweede jaar tel je 6% over de vordering en de rente van het vorige jaar. Dus het groeit exponentieel hard omdat het rente op rente is. Dus het minimum is 0, het maximum is 6% samengesteld. En dan kun je dus een renteovereenkomst oversluiten. En wat is daar het voordeel van? Nou, als die vordering van de kinderen elk jaar groeit, en je houdt er bijvoorbeeld nog 15 jaar vol als langslevende, dan kan het wel zijn dat die vordering van de kinderen op het moment dat de langslevende wegvalt, zo groot is dat er dan geen erfbelasting meer hoeft te worden betaald, omdat er tegenover het vermogen van de langslevende enorme schuld aan de kinderen staat en dat de tweede erfenis daardoor belastingvrij wordt. Maar hierdoor moet je wel in de eerste erfenis meer belasting betalen, want de belasting zegt de kinderen krijgen een waardevollere claim dan wanneer er geen rente is. Dus er moet over een hoger bedrag erfbelasting worden betaald. Nou, dit zou je, als je dat graag wil, zelf kunnen uitrekenen. Ik heb een video gemaakt over de renteovereenkomst en dan kun je zelf eens gaan knutselen met de vraag van wat is nou het verschil tussen 0% en 6% bijvoorbeeld? Wat betalen we nou extra bij het eerste overlijden met zo'n rente en hoeveel betalen we minder bij het tweede overlijden? Daar heb ik dus een video over gemaakt, hier een linkje aan het einde van deze video en dan zou je die kunnen bekijken. Maar dat is dus geen clausule in je testament, dat is iets wat de langslevende en de kinderen daarna samen afspreken. Maar een rente in je testament werkt natuurlijk net zo uit. Dus als je wilt weten wat gebeurt er als ik 6% rente in mijn testament zet, nou hetzelfde als met een renteovereenkomst van 6%. Dus je kan dat zelf uitrekenen als je wil. Maar dan moet je wel in een bandbreedte van nou, 100, 200.000 euro tot 400, 500.000 euro zitten. Dus laten we zeggen een mooi koophuis met een kleine hypotheek of geen hypotheek. Dan zou je zelf kunnen gaan rekenen. Zit je daar ver onder dat je zegt onze erfenis is maar 100.000 euro in totaal, dan is een renteclausule geweldig, want dan is het allemaal belastingvrij die eerste erfenis bij dit plaatje, want dan is de vordering van de kinderen onder de vrijstelling. En als je er dan een rente bij optelt, dan is die nog steeds onder de vrijstelling. En dat helpt je dus op het moment dat jij de erfdelen van de kinderen wilt uitkeren, want dan kan jij meer uitkeren. Dat is een van de grote voordelen van een rente, dat je kan zeggen van nou, als de langslevende het huis verkoopt en in het verpleeghuis zit, dan kun je niet alleen die 10 uitkeren, maar ook al die rente die erbij opgeteld is. Dus als je en bij een niet zo grote erfenis een rente bijtelt, dan kun je ervoor zorgen dat als het huis verkocht is, misschien wel een veel groter deel van dat huis dankzij die rente aan de kinderen kan worden uitgekeerd. Maar als je overwaarde meerdere tonnen bedraagt, ja, dan moet je gaan rekenen van ja, dan moeten we bij het eerste overlijden wel iets meer erfbelasting daardoor betalen. Dus dat is wel een offer wat we brengen. Dus bij een kleine erfenis, ja, wat noem je een kleine erfenis? Een ton is ook veel vermogen. Maar als je met een ton rekent, dan is waarschijnlijk een renteclausule altijd verstandig, dat je testament opneemt van we gaan 6% bijtellen. Zit je in een wat ruimere categorie dat je zegt overwaarde tot bijvoorbeeld 500.000, dan moet je gaan rekenen van gaat ons dit dwars zitten bij het eerste overlijden? Zit je er ver boven, ben je een multimiljonair, dan moet je altijd zo'n renteclausule opnemen, want dan betaal je bij het eerste overlijden al de maximale erfbelasting. En als je er dan een rente bij optelt, betaal je geen extra erfbelasting. Dus het is heel lastig om een keuze te maken op basis van informatie die ik niet heb, want ik weet dus niet wie er zit te kijken. Maar er zijn meerdere opties. Je kan dus zeggen, zie wet en als ik er niet meer ben, mogen jullie prima een renteovereenkomst sluiten. Of je zou kunnen zeggen, nee, ik ga gewoon 6% rente erin zetten, want ons vermogen zit onder dat bedrag of boven dat bedrag waarin we zelf moeten gaan rekenen. Dus zet het er maar gewoon in. Of je moet echt gaan rekenen. Als je dat zelf niet kunt, dan kan de notaris het voor je doen. En wil je het zelf doen, dan kan je even die handleiding van mij in een andere video gaan bekijken. Er is nog één bijzonder geval waarin je misschien wel helemaal geen rente moet afspreken. Want stel, jullie zijn een samengesteld gezin. Ik teken weer even hetzelfde plaatje wat ik ook al eerder heb getekend. Stel, je neemt een erfstelling op waardoor als een van beiden wegvalt, die hele erfenis naar de langslevende gaat. Maar die houdt in ruil daarvoor een zo groot mogelijke schuld van bijvoorbeeld 99% aan de kinderen. Omdat je zegt, mijn erfenis moet naar jou, maar daarna terug naar mijn kinderen. Als je dan een rente afspreekt, ja, dan gaan die vorderingen van die kinderen wel omhoog. Maar dan kan het zijn dat dat helemaal het vermogen van die langslevende opeet. En dat het kind van de langslevende, nooit meer een erfenis krijgt. Omdat die schulden aan deze twee kinderen zo hard oplopen, dat die niks meer gaat krijgen als de langslevende overlijdt. Dus, even samenvattend, je kan zeggen,
Doe maar die wettelijke clausule. Ik ga niet aan het rekenen. Dat doen jullie maar als ik dood ben. Of je zou kunnen zeggen, nee, mijn erfenis is klein, dus ik doe die 6%. Of hij is groot, ik doe die 6%. Of je kan zeggen, ik zit er tussenin, dus ik moet aan het rekenen. En dan heb je de keuze om te zeggen, ik ga dat zelf doen of ik laat het de notaris doen. Dit is gewoon een lastig onderwerp. Het is heel belangrijk, als je er zelf niet uitkomt, praat er dan over met je notaris. De AWBZ-clausule is een heel belangrijk stukje tekst dat niet mag ontbreken in je testament. Maar op dit punt moet jij wel even een kritische consument zijn. Want de meeste notarissen sturen je met iets naar huis waarvan ik zeg, dat is waarschijnlijk niet het beste wat je kunt doen. Dan haal je er niet het maximale uit. De AWBZ-clausule houdt in dat de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn als de langstlevende in een zorgscenario belandt. En hoe schrijven de meeste notarissen dat op in een standaardtestament? Nou, die erfdelen van de kinderen zijn opeisbaar als je daarmee een eigen bijdrage verlaagt. En de meeste notarissen schrijven op standaard erfdelen. En renteloos. Dus een verwijzing naar 413 burgerlijk wetboek. Nou, hoe pakt dat dan uit, die combinatie? Nog eens een keer die cirkel. 60 totaal. 30 is de helft. 10 zijn de taakpunten. Oké, die vordering is dus opeisbaar als die langstlevende daar een eigen bijdrage mee bespaart. Maar wat als er geen eigen bijdrage is? Wat als die afgeschaft is? En je zit in het verpleeghuis met een enorme zak geld op de bank. Negatieve rente van de bank. Inflatie. Box 3 heffing. Je geld wordt nog steeds afgepakt. Dus ik zeg, ja, dat is misschien wel geen goede clausule. Je moet de opeisbaarheid misschien helemaal niet koppelen aan een eigen bijdrage. Je moet dat denk ik koppelen aan een definitieve opname in het verpleeghuis. Dus dat je daar definitief heen gaat en weet, ik kom hier niet meer uit. Dan moet het opeisbaar zijn, ook als je geen eigen bijdrage betaalt. Dat is mijn mening, maar volgens mij is dat niet waar veel notarissen hun klanten mee naar huis sturen. Erfdelen, ja, die standaard erfdelen, wat ga je dan uitkeren? Nou, 2 keer 10 van die 60. Dus als je dit hebt uitgekeerd, dan zit die langstlevende in het verpleeghuis met bij elkaar 40 eigen helft plus erfdeel. 30 plus 10 is 40. Dus het overgrote deel van die erfenis, van die overwaarde van het huis, is nog steeds vatbaar voor eigen bijdrage, negatieve rente, inflatie, box 3 heffing. Het wordt nog steeds opgegeten. Misschien moet je dan zeggen, nou, als dit belangrijk is, hè, dat AWBZ-verhaal, misschien moet je wel zeggen, we gaan die kinderen een veel groter erfdeel toekennen. Want ik heb een ruimte van 30, hè, doe maar bijna 15 per persoon en een heel klein plekje voor de langstlevende. Dan kan ik in plaats van 20, kan ik 30 uitkeren. Of als ik niet hiervoor ga, voor die stomme standaard renteclausule, maar ik zet er in 6% groei, dan gaat die 2 keer 15 ook nog omhoog met rente. Dus dat betekent dat je met die standaardclausules, opeisbaar bij eigen bijdragebesparing, standaard erfdelen en geen rentebijtelling, het grootste deel van het vermogen nog steeds vatbaar maakt voor die eigen bijdrage. Terwijl je met een eerder opeisbaarheidsmoment zonder die eigen bijdrage ervoor zorgt dat het ook helpt voor andere heffingen. En grotere erfdelen betekent meer uitkeren. En rente bijtellen betekent dat het ook nog groeit. Dus dat je misschien de hele overwaarde wel kunt uitkeren. Nou, dit heeft natuurlijk ook andere gevolgen. Want je hebt ook mij net horen vertellen dat die rente bijtelling leidt tot een grotere belastingheffing. Dus dat is weer, ja, rekenen. Hè? Je moet dit natuurlijk niet doen als dit weer ten koste gaat van de bescherming van de langstlevende. Als je dit zo in elkaar zet dat de langstlevende een eigen bijdrage bespaart, maar daardoor wel bij het eerste overlijden een enorme acceptgiro krijgt waarvan hij of zij denkt, ik zou niet weten hoe ik dat moet betalen, dan ben je weer beperkt in je keuzes. Dus wees een kritische consument. Heb het hierover met de notaris. Die 3 punten. Wanneer wordt die opeisbaar? Niet zomaar voor de standaardtekst gaan. Ga je wel of niet voor standaard erfdelen? En wat doe je met die rente? De wilsrechten. Je zult ongetwijfeld in je concepttestament een clausule zien over de wilsrechten. En dan denk je, hé, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Nou, veel notarissen beginnen er niet over, omdat je een heel gesprek hebt gehad en de notaris heeft al geconcludeerd, nee, die wilsrechten moeten eruit. Dat past niet bij deze mensen. Maar misschien zeg jij, ja, ik wil weten waar het over gaat. Ik wil het allemaal snappen. Nou, die wilsrechten, er zijn er 4.
En ze zien op hele verschillende situaties. En jij kan kiezen of je ze aan laat staan of uitzet. Eerst even, wat is een wilsrecht? Nou, stel hè, nog een keer dat taartje. Je kind heeft een vordering gekregen en zegt, ik wil mijn wilsrecht uitoefenen. Ik wil geen geldbedrag te goed hebben. Ik wil voor een stukje eigenaar zijn van het huis. Dus je kind kan zeggen, ik ruil mijn vordering in. Dus ik wil gewoon voor 1/6 eigenaar worden. Maar ja, daarna mag dat kind niet zeggen eruit, want die langslevende houdt wel het vruchtgebruik. Dus dat betekent dat je kind ervoor kan kiezen om te zeggen, ik wil een ander soort testament. Ik wil geen vordering op mijn ouder of stiefouder. Ik wil eigenaar worden van iets onder voorbehoud van vruchtgebruik. En je kind komt daardoor dus in een betere positie, die krijgt meer zekerheid. En die langslevende zijn of haar positie, die verslechtert, want die raakt een stukje vrijheid kwijt, want die kan niet meer bepaalde dingen alleen beslissen. Bijvoorbeeld een hypotheek vestigen op het huis. Ja, dat kan niet meer zonder dat kind daarin te betrekken of een verzoek te doen aan de kanonrechter. Dus veel mensen zeggen, nou, eruit met die wilsrechten, want ik wil die langslevende zo goed mogelijk beschermen. Nou, laten we even teruggaan en alle vier wilsrechten bekijken. 4.19. De eerste. Stel, een van jullie overlijdt als eerste. En een paar jaar later komt die langslevende iemand tegen en die treedt daarmee in het huwelijk. Nou, de volledige gemeenschap van goederen is afgeschaft, maar je trouwt nog wel in gemeenschap van goederen. Die is kleiner, maar er is een gemeenschap van goederen. Dus ja, in theorie kan jouw erfenis weglekken naar een nieuwe partner, iemand die jij nooit hebt gekend. En daarom zegt de wet, dan mogen je kinderen een wilsrecht uitoefenen. Dan kunnen ze tegen hun langslevende ouder, hè, degene die jij hebt achtergelaten, kunnen ze zeggen, wij oefenen ons wilsrecht uit, wij willen iets op naam krijgen en jij behoudt het vruchtgebruik. Nou, dat is dus een voordeel voor de kinderen, maar het is een nadeel voor jouw langslevende partner. Dus het is denk ik logisch om te zeggen, zet deze maar uit. Want we maken een langslevende testament om de langslevende te beschermen. En die moet eigenlijk wel vrij zijn in zijn of haar keuzes. En hertrouwen moet niet per se betekenen dat die kinderen de boel kunnen torpederen. In plaats van deze clausule kan je dan in je testament zetten, je moet wel huwelijkse voorwaarden maken. Prima dat jij hertrouwt, maar maak wel huwelijkse voorwaarden. Dus geen gemeenschap van goederen en dan hebben de kinderen niks op te eisen en ook geen wilsrecht in te roepen. Nou, dat doen de meeste notarissen standaard. De meeste notarissen sluiten standaard dit wilsrecht uit en zetten in plaats daarvan in het testament, hertrouwen is prima, maar wel met huwelijkse voorwaarden. En de meeste stellen, als ze deze uitleg hebben gehoord, zullen zeggen, dat is prima, dat willen wij ook. Maar dan heb je er nog drie. Je hebt ook 4.20. Stel, de kinderen hebben dat wilsrecht niet uitgeoefend. Omdat jij dit wilsrecht hebt uitgesloten, konden ze het niet uitoefenen. En jij bent als eerste overleden. Daarna is de langslevende overleden. Maar die was dus hertrouwd bijvoorbeeld. Dus die erfenis is van jou naar jouw langslevende echtgenote gegaan. En op het moment dat die langslevende overlijdt, gaat dat misschien wel nog een keer gebeuren. Gaat die erfenis naar de stiefouder van je kinderen. Dus dat betekent dat, ja, hier is een vordering ontstaan op het vermogen dat opeens hier zit bij iemand die jij nooit gekend hebt. En artikel 4.20 zegt dan zouden de kinderen nog een keer kunnen zeggen van, ja, wij willen eigenlijk gewoon spullen zien. Hè? Leuk die vordering, maar we willen gewoon eigenaar worden. Nou, sowieso is die vordering op dat moment opeisbaar, ongeacht wat hier geregeld is. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, als dat gebeurt, hè, als die langslevende overlijdt en die is hertrouwd, ja, dan vind ik het prima, dan vind ik het goed genoeg dat die vordering uitgekeerd wordt. Dus deze mag er wel uit. Maar ja, wie bevoordeel je er eigenlijk mee? Ik denk, die nieuwe echtgenoot van jouw langslevende, die jij nooit gekend hebt. Dus je zou kunnen zeggen, ja, ik ga niet een recht van mijn kinderen afpakken ten gunste van iemand die ik niet ken, omdat ik moet eerst nog doodgaan en daarna moet er een nieuwe relatie ontstaan. Dus het is eigenlijk een lastige. Ik vind het niet heel logisch om 4.20 eruit te gooien, want ja, dat is een nadeel van je kinderen en het voordeel van iemand die je helemaal niet kent, die helemaal niet in beeld is. Dus ja, hier kan je een beetje over twijfelen. Dan heb je nog 4.21 en 4.22. Nou, deze twee zijn van belang voor samengestelde gezinnen. Dus als jullie dit plaatje zijn, we hebben alleen samen kinderen, dan kan je deze gewoon uitsluiten, want die doen er bij jullie niet toe. Maar stel, hè, er is een scheiding geweest en jullie zijn dit stel. En jullie hebben allebei
een kind of kinderen uit eerdere huwelijken. En nu zijn jullie getrouwd, samen heb je geen kind. Nou, dan zijn deze twee niet van toepassing, want die zijn van toepassing voor gezamenlijke kinderen. Een vordering die je krijgt op je langslevende eigen ouder. Maar hier heb je te maken met stiefouders. Nou, dan zegt 421, op het moment dat de eerste overlijdt, en die erfenis gaat naar die langslevende op grond van de wettelijke verdeling en de kinderen krijgen een vordering, dan mogen ze meteen hun wilsrecht uitoefenen. Dus direct als jij overleden bent, kunnen de kinderen zeggen, nee, dit feest gaat niet door. Wij willen eigenaar worden. Wij willen het op naam krijgen en jij krijgt alleen het vruchtgebruik. Dus als jullie bij de notaris zitten omdat je zegt, ik wil mijn langslevende partner beschermen tegen de rechten van de kinderen, dan ga je deze eruit gooien. Want anders laat je de keuze aan de kinderen. En ik denk dat jij zegt, ik ga zelf een beslissing nemen. Ik beslis zelf wie die erfenis krijgt. En ik ga dat niet overlaten aan mijn kinderen. Dus bij een samengesteld gezin is het logisch dat je 421 eruit gooit. En wat zat dan in 422? Nou, wat als hier dus geen wilsrecht is uitgeoefend omdat jij hebt gezegd, ik gooi hem eruit. Ja, dan kan het zo zijn dat hij daarna die langslevende overlijdt. En wie laat die langslevende dan zijn erfgenaam na? Nou, zijn of haar kind. Dus deze erft bijvoorbeeld het huis en alle bezittingen die er zijn. En jouw kinderen hebben alleen hun vordering in geld te goed. Dan zegt 422, dat is een beetje mager. Deze kinderen moeten kunnen zeggen, wij ruilen onze vordering voor bezit. Wij willen nog steeds bezittingen die er waren uit de gemeenschap van goederen die er was toen ze nog met z'n tweeën waren. Dus wij willen eigenlijk ook gewoon voor een stukje eigenaar zijn van dit huis en niet alleen maar jij. Nou, ik weet niet of deze kinderen op zitten te wachten, want ze krijgen niet meer door die ruil tegen zo'n bezit. Hè? Want het wordt gebaseerd op de waarde die het huis had toen jij overleed en niet de waarde die het had toen de langslevende wegviel. Dus hun claim gaat niet omhoog door die ruil. Dus ja, hier is een beetje een vraag. Het kan ook zijn dat je een heel ander testament maakt, dat je zegt van nou, wij benoemen allebei, alle drie de kinderen tot erfgenaam, we brengen ze in een gelijke positie. Ja, dan is dit verhaal helemaal niet relevant, denk ik. Omdat alle kinderen sowieso en beide kinderen een gelijke, beide erfenissen een gelijke positie hebben. Dus er valt niks te winnen met zo'n wilsrecht. Dus ja, dit is best een lastig onderwerp. Daarom fietsen denk ik veel notarissen eroverheen. Want als je te maken hebt met een doorsneestel, geen stiefkinderen, met duidelijke wensen en goede verhoudingen, dan is het misschien wel logisch om te zeggen, gooi ze er allemaal uit. En in plaats daarvan hoeft er alleen maar de opeisbaarheid bij een hertrouwen zonder huwelijksvoorwaarden erin. En verder is dit geen onderwerp. Nou, 20 jaar geleden, toen het nieuwe erfrecht werd ingevoerd, dachten we dat dit een enorm ding zou gaan worden. Dat al die kinderen hun wilsrechten zouden in gaan roepen en dat er allemaal rechtszaken over zouden komen. Maar dat gebeurt in de praktijk helemaal niet. Die wilsrechten worden niet ingeroepen. Dus er zijn heel veel notarissen die er al helemaal geen verhaal meer gaan over ophangen. Waarom vertel ik het dan toch? Nou, heel veel mensen stellen die vraag pas als ze het concept krijgen van, wat zijn wilsrechten? Want daar is het helemaal niet over gegaan. Of heel sumier. Hè, waarom sluit ik die dan uit? Nou, je sluit ze uit omdat ze eigenlijk gewoon niet van toepassing zijn. Maar toch even deze uitleg. Hè, want je kijkt deze video, denk ik, omdat je het helemaal wilt snappen. Hebben jullie kleinkinderen? Dan heb je misschien ook al nagedacht over een legaat voor de kleinkinderen. Dus dat je kinderen erfgenaam zijn, maar dat je elk kleinkind een bedrag toekent. Is natuurlijk een mooie bestemming voor je erfenis en het bespaart ook nog erfbelasting. Nou, ook over dit onderwerp heb ik een zeer uitgebreide video gemaakt waarin ik alle opties uitgebreid bespreek. Ik geef je hier even een korte samenvatting. Stel, jullie zijn met z'n tweeën, jullie hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Nou, dan zou je elk kleinkind de vrijstelling kunnen toekennen. Dus dat is een goede 20.000 per kleinkind. Maar jullie zijn met z'n tweeën. Het zijn twee erfenissen. Dus dat kan je twee keer doen. Dus als je het maximale eruit haalt, dan zit je dus over twee erfenissen in totaal op 160.000 euro. Nou, en voor 99% van de grootouders is dat veel te veel. Dus dan moet je het gaan verlagen. Dus dan moet je ergens een keuze gaan maken van hoe gaan we daar nou wat minder van maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, we doen dat maar één keer. We doen het alleen in de tweede erfenis. En waarom in de tweede? Dan kan je het altijd nog aanpassen als je het in de eerste erfenis zet en de langslevende krijgt spijt en die denkt, nee, het moet anders, want er is wat met dat kleinkind aan de hand. Dan kan je het niet meer aanpassen. Dus als je het één keer doet, doe het dan in de tweede erfenis.
Je weet niet wie het eerste of het laatste gaat. Dus dan zet je in beide testamenten, als ik de laatste ben en ik ga als laatste, dan hebben we dat kleinkinderlegaat. En vind je die 80 in totaal dan nog steeds te veel, 20.000 keer 4 kleinkinderen, dan zou je kunnen zeggen, nou, ik ga dat helemaal niet koppelen aan de vrijstelling. Ik ga gewoon een ander bedrag doen, bijvoorbeeld 5.000 per kleinkind of 10.000 per kleinkind. Nou is dit een mooi symmetrisch plaatje, maar wat als één kind heeft en het andere kind heeft 2 kinderen? Ga je dan zeggen, de kleinkinderen krijgen allemaal het legaat en wat er daarna nog over is, gaat door 2 over de kinderen? Nou, dan betaalt deze dus mee aan het legaat voor die kinderen. Je kan ook zeggen, nee, de erfenis gaat door 2 en dan gaat van deze helft 1 legaat af en van die helft gaan 2 legaten af. Dat is dus een keuze, dat is een hele persoonlijke voorkeur, dat is geen goed of fout. En hoe oud zijn die kleinkinderen eigenlijk? Vind je ze al oud genoeg om zelf te beslissen wat ze met dat legaat gaan doen? Iemand van 12 kan wel beslissen hoe die 5.000 euro wil besteden, maar wil jij dat ook? Het is gebruikelijk om dan in je testament te zetten, de kinderen blijven als bewindvoerders, testamentair bewindvoerders, op dat geld passen tot de kleinkinderen x jaar oud zijn. En die leeftijd die moeten jullie dan invullen in het testament. Bijvoorbeeld 23 jaar. Nou, hierover heb ik dus ook een aparte video gemaakt. Dus als je hier meer over wilt weten, bekijk die andere video nog even. De uitsluitingsclausule. Die is ook belangrijk. Stel, jullie zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, een ouderwetse gemeenschap van goederen, en jullie kinderen ook. Hoeveel erfgenamen heb je dan eigenlijk? Want stel, jullie zijn met z'n 2 en jullie kinderen ook. En stel, die kinderen hebben gekozen voor een gemeenschap van goederen. En jullie hebben geen testament, dus jullie erfenis gaat die gemeenschap van goederen in. Dus dat betekent dat je eigenlijk 4 erfgenamen hebt. Stel dat een van die 2 huwelijken eindigt in een scheiding, dan kan je schoonkind zeggen van nou, ik neem de helft van de gemeenschap van goederen mee. En daar zit dus ook lekker jullie erfenis in. En een uitsluitingsclausule regelt, nee, dit blijft er gewoon buiten. Er ontstaat gewoon eigen vermogen van mijn kind buiten die gemeenschap van goederen. En als dat huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt in een scheiding, dan gaat die erfenis niet naar mijn schoonkind. Die blijft van mijn kind omdat die nooit in die gemeenschap van goederen is gevallen. Dat is ook het enige wat die uitsluitingsclausule regelt. Er zijn een hoop misverstanden. Stel, een van jullie beiden overlijdt en de langstlevende overlijdt en daarna overlijdt jullie kind. Nou, wie krijgt dan die helft van jullie erfenis die bij jullie kind terecht is gekomen? Die krijgt je schoonkind gewoon. Want dat huwelijk of dat partnerschap heeft stand gehouden tot het overlijden. Jullie testament bepaalt, het valt niet in de gemeenschap van goederen, maar dat maakt voor de erfenis van je kind niet uit. Want het gaat nog steeds naar je schoonkind als je kind overlijdt. Dus als dit de volgorde is, 1, 2, 3, in die volgorde, dan zit je erfenis nog steeds bij je schoonkind. Dat regelt de uitsluitingsclausule niet. Er zijn andere clausules die dat wel regelen. Die bijvoorbeeld inhouden van, ja, hier zijn helemaal geen kinderen. Als mijn kind overlijdt en na ons, dan wil ik wat hier over is gebleven, naar mijn andere kind gaat. Want mijn kind heeft geen kinderen en mijn schoonkind ook niet. Dus ik wil dat het in de familie blijft. Zo'n clausule bestaat wel, maar dat is geen uitsluitingsclausule. Dus verwacht geen wonderen ervan. Het zorgt er alleen maar voor dat het bij de scheiding bij je kind blijft. Maar in alle andere scenario's doet die uitsluitingsclausule er niet toe. Die regelt helemaal niks. Speelt dit bij jullie dat je zegt, ja, er is iets anders wat wij willen regelen? Zeg dat dan tegen de notaris, want er is dan misschien een andere clausule voor. Je kunt in je testament 3 functionarissen benoemen. En dat zijn de executeur, een voogd en een bewindvoerder. De executeur is degene die je erfenis afwikkelt. De voogd zorgt voor de kinderen als jullie allebei wat gebeurt. En de bewindvoerder past op het geld totdat de kinderen oud genoeg zijn. Nou, wat moet je hier nou mee? Stel je kinderen zijn volwassen, dan zou je kunnen zeggen, nou, die voogd en die bewindvoerder, die hebben we niet nodig. De kinderen kunnen het zelf wel. Dan is het logisch om in je langstlevende testament de langstlevende tot eerste executeur te benoemen en de kinderen samen tot reserve-executeurs. Stel dat je 1, 2, 3 kinderen hebt, dan kunnen ze later, als het er meer zijn,
onderling afstemmen wie van ons drieën of tweeën gaat het doen. En als er één is, dan is dat natuurlijk de voor de hand liggende executeur. Je kan ook zeggen, ja, we weten wel wie het gaat doen, want we hebben 2, 3 kinderen en eentje woont in Nederland en de rest woont in het buitenland. Is het misschien logisch om te zeggen, diegene in Nederland gaat het doen, want die moet dan zaken doen met instanties, de Belastingdienst, de bank. Hè, die persoon heeft zelf ook een DigiD nodig en een bankrekening. Dus het in Nederland wonende kind, dat moet dan maar executeur zijn. Ik zelf vind het makkelijkste om te zeggen, gewoon alle kinderen executeurs, tenzij het er natuurlijk te veel zijn. Hè? Als je zo gezegend bent dat je 6, 7, 8 kinderen hebt, dan zou ik zeggen, doe ze maar niet allemaal, want dat wordt een beetje lastig. Dan zul je denk ik een keuze maken. Het is dus niet meer zo dat automatisch het oudste kind executeur is. Dat deden we vroeger, dat is nu niet meer zo. Het is meer een praktische keuze. Dus allemaal is waarschijnlijk het handigst. Tenzij er een voor de hand liggende keuze is of het zijn er te veel, dan is het logisch om 1 bij naam tot reserve-executeur te benoemen. Die voogd, je kan er 1 of 2 benoemen, 1 persoon of 2 personen. Dat eindigt natuurlijk als je kinderen 18 zijn, vanzelf. Dus je hoeft dan niet je testament weer op te ruimen. De hele voogdijbenoeming is dan gewoon automatisch weg. Als je 2 mensen benoemt, dan gaat de wet ervan uit dat dat een stel is. Dus is dat niet het geval, dan zou je ze misschien allebei kunnen benoemen, maar in volgorde. Dat je zegt deze eerste en die andere als tweede. Want anders krijgen ze samen wat aparte rechten en plichten die alleen bij een stel passend zijn. En je kan er ook voor kiezen om het online te regelen. Want het benoemen van een voogd kan ook op de website van de rechtbank. Dat is net zo geldig als een voogdijbenoeming in je testament. Dus als je zegt, we weten helemaal wat we in ons testament willen zetten, behalve die voogdijbenoeming, dat kan later nog. De voogdij eindigt dus als je kind 18 is. En veel ouders zeggen, ja, maar dan zou mijn kind zelf mogen beslissen wat hij met tonnen naar vermogen doet. Dus het is heel populair voor ouders van jonge kinderen om te zeggen, we plakken er ook nog een testamentair bewind achter. Die voogd die mag nog wat langer meekijken met die erfenis, om te voorkomen dat de erfenis verkwanseld wordt door verkeerde invloeden. Hè? Want stel dat jullie allebei wat gebeurt voordat je kind volwassen is, dan is het natuurlijk maar de vraag hoe je kind zich verder ontwikkelt en wie een invloed heeft op het kind. En de bewindvoerder kan er dan voor waken dat dat vermogen verdwijnt. Nou, die testamentair bewindvoerder worden jullie benoemd in een testament. Dat kan dus niet online. Dus als je dat wil, moet je dat wel bij de notaris doen. Je kan hem ook niet openlaten, die naam, hè? Want het kan niet online. Je kan bijvoorbeeld wel een verwijzing opnemen. Wat volgens mij wel kan, is dat je zegt, de voogd die wij online benoemen, is ook onze bewindvoerder. Dus dan is het volgens mij wel duidelijk genoeg. Of je noemt natuurlijk gewoon een naam. Die verwijzing houdt dus in dat als je online een nieuwe voogd benoemt, dat gezien de clausule in je testament, die nieuwe voogd ook automatisch bewindvoerder is. Dus dat vind ik best wel handig. Sommige mensen willen het splitsen. Dus stel, je hebt een paar kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar, dan zijn er ook wel eens mensen die zeggen, nou, mijn broer wil wel executeur zijn totdat de kinderen volwassen zijn. En mijn zus die wil wel voogd zijn en die bewindvoerder, nou, dan moeten ze misschien maar samen doen. Hè? Je kan die taken ook verdelen. Kan, maar ik denk dat het logisch is om het allemaal in 1 hand te leggen. Dus als je zegt, de kinderen zijn nog niet oud genoeg, dan zullen de meeste mensen zeggen, we benoemen 1 persoon en die geven we al die functies. En het is prima als je wat uitbesteedt, maar we willen de regie wel bij 1 persoon. Denk er dan wel even aan dat je het zo opschrijft dat je testament automatisch afloopt. Hè? Want die voogdijbenoeming die stopt automatisch als je kind 18 is. Het bewind stopt automatisch als je kind de leeftijd heeft die in jullie testament staat, bijvoorbeeld 23 jaar. Maar die executeursbenoeming, dan moet je dus wel even opletten dat die notaris opschrijft, deze broer of zus die ik erin zet om voor mijn kinderen alles te regelen, ja, dat stopt wel als die kinderen bijvoorbeeld 23 zijn. Automatisch is mijn testament dan weg, hè? Want anders moet je nog eens een keer een nieuw testament maken om die broer te schrappen, omdat die kinderen het zelf mogen doen. Dus ook bij die executeur dan even een eindleeftijd vermelden, want dat bespaart je later nog extra kosten. Je hebt een concepttestament gekregen van je notaris en helemaal aan het eind zie jij staan, ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, tenzij ik bij een gift anders heb bepaald. En het staat helemaal aan het einde van je testament, dus misschien lees je het er dan al lang overheen en denk je, prima, zal wel. Weet niet. Inbreng is een belangrijk onderwerp, omdat het heel erg actueel is. Stel, jullie hebben 3 kinderen. En jullie hebben een vermogen van 350.000 euro. En jullie oudste kind heeft als eerste een huis gekocht. Het is gelukt, toegeslagen op de huizenmarkt.
Maar hoe is dat gelukt? Ja, door een schenking van jullie. Jullie hebben namelijk een schenking gedaan van 50.000 euro. Zodat je oudste kind een huis kon kopen. Anders lukte het gewoon niet. Maar ja, jullie vermogen is daardoor gedaald naar 300.000 euro. En jullie overlijden. Dan krijgen die drie kinderen er nog bij 100.000. 100.000. En 100.000. En dan heeft dit kind dus 150.000 gehad. En die andere twee ieder 100.000. En dat komt door die ellendige clausule aan het einde van jullie testament. Want daar staat, ik stel mijn kinderen vrij van alle giften die ik heb gedaan. Die hoeven niet te worden ingebracht in mijn nalatenschap. Tenzij ik bij een gift anders heb bepaald. En dan is de vraag, heb je dat wel gedaan? Heb je bij die gift wel bepaald dat die ingebracht moest worden? Is het antwoord nee? Dan moeten jullie in je testament echt iets anders zetten. Dan moeten jullie zeggen, van ja, we hebben bij die gift niks vastgelegd. Dus in ons testament moet staan dat die wel moet worden ingebracht. En dan is even de vraag, alle giften of alleen deze gift? Want stel, de gelegenheid doet zich voor om dit kind ook 50.000 te geven. Dan zit het nog steeds scheef natuurlijk. Want als je hebt gezegd, nee, alleen deze wordt ingebracht. Specifiek die gift heb je genoemd. En daarna heb je deze gift nog eens gedaan. En je hebt niet aan gedacht om daar iets vast te leggen. Ja, dan gaat het met die clausule in je testament nog steeds verkeerd. En waarom is dit actueel? Ja, zonder een schenking van je ouders lukt het haast niet meer om een huis te kopen. En als jullie dus meerdere kinderen hebben, dan zal er vanzelf eens een keer een ongelijkheid ontstaan als jullie de kinderen willen helpen met de aankoop van een huis. En dan is even de vraag, wat moet je dan doen? Nou, ik zou zeggen, als je het goed wil doen, dan zet je gewoon in je testament die standaardclausule. Geen inbreng, tenzij bij de gift afgesproken. En dan zorg je ervoor dat het bij die gift wordt afgesproken. Namelijk, jij krijgt als eerste kind die schenking en jij gaat dit inbrengen. Jij moet dit verrekenen met je broer of zus. Want we willen dat jullie onderaan de streep uiteindelijk wel evenveel hebben gekregen. Dus dat betekent als de laatste overlijdt, moet die 50 er weer bij op. En dan wordt het door 3 gedeeld. Dus dat betekent dat ze dan wel onderaan de streep evenveel hebben gehad. Dus moeten die giften nog plaatsvinden? Zet dan die standaardclausule in je testament en pas op het moment dat je die gift doet. Heb je al een gift gedaan in het verleden en heb je toen niet opgelet? Daar is niks meer aan te veranderen bij die gift. Hè? Het is niet bij die gift vastgelegd. Dus dan heb je een speciale clausule nodig in je testament. En ik denk dat dat voor heel veel ouders geldt, dat ze hier aandacht aan moeten besteden, zonder dat het erover gaat bij de notaris. Dus heeft een van de kinderen al een schenking gehad, die de andere kinderen niet hebben gehad? Praat dan met de notaris over de verplichting tot inbreng. Hoe ga je regelen dat ze uiteindelijk toch evenveel krijgen? Heb je het helemaal gered tot het einde van deze video? Dan zou ik willen zeggen, jij verdient een diploma. Want nu weet je er net zoveel van als die notaris waar je straks heen gaat voor je testament. En ik hoop dat ik ook wat verdien, namelijk een like en even een klik op die abonneerknop. Zodat je op de hoogte blijft van nieuwe filmpjes die ik in de toekomst maak. En zoals beloofd, hier nog even een playlist met andere video's als je nog verder de diepte in wilt. Bedankt voor het kijken en ik hoop je te zien in de volgende video.